Deze presentatie gaat over de medische terminologie, oftewel de medische woorden die de basis vormen voor het bekijken van allerlei afbeeldingen. En we gaan dan de zogenaamde vlakken en richtingen bespreken. Je ziet op deze toch wat bijzondere tekening van een skelet iemand zitten op een wat merkwaardige houding. En het eerste wat je met zo'n plaatje doet is van wat zie ik en hoe is die plaat gemaakt? Vervolgens ga je meestal kijken van naar details op zo'n afbeelding. Oftewel, je gaat eerst kijken hoe de plaat is gemaakt, oftewel welk vlak is het. En dan ga je de dingen ten opzichte van elkaar bekijken en daarbij maak je gebruik van verschillende richtingen. Er zijn verschillende aanzichten mogelijk. Je ziet bij de tekening van Leonardo da Vinci, dat is die rechts uiteraard, dat daar iemand staat in een vooraanzicht. Daarnaast zie je dat hij in een wat bijzondere manier naar je toe kijkt en staat. En die mevrouw die ernaast staat, die staat in de zogenaamde anatomische stand. De anatomische stand is een vooraanzicht. En ja, je ziet dan dat de handpalmen naar voren wijzen en de benen iets uit elkaar staan. Normaal gesproken is het zo dat als er een anatomische tekening is waar niks bij staat, dat die vanuit de anatomische stand is gezien. Dus altijd een vooraanzicht. Dat is een internationale afspraak. Nou, natuurlijk houdt niet iedereen zich aan afspraken, zoals je inmiddels weet. Maar normaal gesproken is dit dus wel de manier waarop je naar zo'n afbeelding kijkt. Want je kan natuurlijk op allerlei andere manieren ook naar een afbeelding kijken. Je kunt zijaanzichten maken, maar ook dwarsdoorsnedes bijvoorbeeld. Je kunt van onderaf kijken en soms ook heel ingewikkeld, en dat doen we niet, kun je ook allerlei schuine snedes maken. Het eerste vlak wat we bespreken is een vlak waarbij je dus de vooraanzichten ziet. En dat noemen we ook wel een frontaal vlak. Zo'n frontaal vlak genereert dus allemaal vooraanzichten. Maar aan de andere kant kun je natuurlijk ook zeggen dat als je hem omdraait, dat je dan achteraanzichten krijgt. Het frontale vlak kun je gebruiken voor een hele persoon, zoals je dat hier ook ziet in deze tekening. Maar je kunt het natuurlijk ook voor organen of orgaandelen kun je op deze manier bekijken. En je snapt al dat op het moment dat je naar een andere manier en vanuit een ander vlak kijkt, dat je waarschijnlijk totaal andere dingen te zien krijgt. Een andere manier om te kijken zijn de zijaanzichten, oftewel het sagittale vlak. En die zijaanzichten, ja, die gaan dus op deze manier door het lichaam heen en lopen allemaal parallel aan elkaar. Er is er eentje, die hebben ze een aparte naam gegeven, en dat is die door het midden van je lichaam gaat. En dat noemen ze ook wel het mid-sagittaal vlak of het mediaan vlak. Hier zie je dan diezelfde afbeelding als bij het frontale vlak, maar nu allemaal sagittale snedes. Je ziet dat het er totaal anders uitziet. En ook voor die hersenen hier betekent dat als je het vanuit de zij bekijkt, dat het er anders uitziet dan vanaf vooraanzichten of achteraanzichten. De derde manier waarop gekeken wordt, dat noemen we dan de dwarsdoorsnedes, oftewel het transversale vlak. Zo'n transversale vlak maakt dus allemaal plakjes waarbij je dwarsdoorsnedes krijgt. Normaal gesproken is een afspraak dat je zo'n dwarsdoorsnede in principe altijd van onderaf bekijkt. Maar ja, dat is ook weer zo'n afspraak waar niet altijd aan gehouden wordt. Hier dan de manier waarop die dwarsdoorsnedes het lichaam weer in plakjes verdelen. En ja, je ziet ook hier dan ook weer voor die hersenen dat het een ander plaatje geeft dan bij een zijaanzicht, dat was sagittaal, of een vooraanzicht en dat was frontaal. Nog even terug om alles bij elkaar op te tellen welke vlakken je hebt. Nou, dat zijn dus de vooraanzichten. Dat wordt in het Nederlands ook het frontaal vlak genoemd. Op deze plaat zie je trouwens een Amerikaanse afbeelding. En dan hebben ze het ook al over coronaal. En dat is dus hetzelfde als wat wij frontaal noemen. De zijaanzichten noemen we de sagittale vlakken. En degene die dwars door het midden gaat, dat noem je dan het mid-sagittaal of mediaan vlak. De dwarsdoorsnedes, die noemen we de transversale vlakken. We gaan nu over naar hoe bekijk je dit op detail. Je ziet hier allemaal foto's van de hersenen. Van links naar rechts zie je dan een sagittale doorsnede, daarnaast een transversale en daar weer naast een frontale doorsnede.
Op elk van die opnames zie je trouwens dat er andere details zichtbaar zijn. De tweede manier waarop we, of de tweede onderwerp wat we gaan bespreken, dat zijn de richtingen. Als je weet hoe een plaat is gemaakt, vanuit welk vlak, dan kun je ook bekijken of iets boven, onder, links, rechts, voor, achter enzovoorts zich bevindt ten opzichte van elkaar. Dat noemen we dus de richtingen. De duidingen die we kennen, ik zal ze toch voor je oplezen, ook al is dat misschien wat saai. Superior betekent boven, inferior betekent onder. Anterior is voor, posterior is achter. Mediaal meer naar het midden, lateraal meer naar opzij. Proximaal mag je alleen gebruiken in de ledematen, betekent meer naar de romp toe. Distaal in de ledematen betekent verder van de romp af. Superficiaal betekent oppervlakkig. Profunda is diep. Dexter rechts, sinister links. Craniaal boven is dus hetzelfde als superior, maar mag je alleen in het rompgebied gebruiken. Caudaal betekent onder. Betekent letterlijk staart, richting de staart, mag je dus ook alleen in het rompgebied gebruiken. Is hetzelfde als inferior. Ventraal betekent aan de buikzijde, is hetzelfde als anterior. En dorsaal betekent aan de rugzijde, is dus achter, oftewel posterior. Dan nog twee bijzondere termen, die wel gebruikt worden ook. Als iets aan dezelfde kant is gelegen, dan spreek je van ipsilateraal. Is het daarentegen aan de andere zijde gelegen, dan spreken we contralateraal. Hier wat tekeningetjes met pijlen die je rustig even stil kunt zetten om te laten zien van hoe steekt het nu in elkaar met die vlakken en die richtingen. Uiteraard moet je wel eerst even die richtingen proberen zoveel mogelijk uit het hoofd te leren en daarvoor kun je ook eventueel de Quizlet gebruiken. Hier nogmaals wat richtingen. Gebruik het om zelfstandig te oefenen. Dit is het eind van deze eerste presentatie over medische terminologie.